113 zelfmoordpreventie luidt de noodklok. De hulpstichting roept in een nieuwe campagne mannen tussen de 40 en 70 jaar op om hulp te zoeken wanneer ze geen uitweg meer zien bij mentale problemen. Projectleider Marcel van Kanten van 113 zelfmoordpreventie, goeiedag. Ja, goedemiddag. Ja. Om hoeveel gevallen gaat het van zelfmoord in Flevoland? Nou, als je kijkt naar de allerlaatste cijfers van vorig jaar, dan heb je het over 35 gevallen. Ja, is dat een toename of een afname? Nou, de laatste twee jaar is het redelijk gelijk gebleven. Maar wat je een trend die je in Nederland breed ziet, die zie je eigenlijk ook in Flevoland. Dat eind 2019 begon natuurlijk de coronacrisis. En toen zag je ook in Flevoland gewoon letterlijk een verdubbeling. En nu gaat het weer ietsje beter met de mensen, maar nog steeds is het hoog. Ja. Er is nu een campagne die zich speciaal richt op mannen van middelbare leeftijd. Waarom die groep? Omdat deze groep, mannen van middelbare leeftijd, de grootste risicogroep is als het gaat om suïcidaliteit. Om je een idee te geven, er zijn gewoon twee keer zoveel mannen als vrouwen die suïcidaal worden en die stap maken. En 4 op de 10 mensen die suïcide plegen, zijn mannen van middelbare leeftijd. Dus dat is een gigantisch aantal. Ja, en hoe komt dat? Er is niet één antwoord. We zijn er ook altijd heel voorzichtig mee als 113 om één op één verbanden te leggen. Maar vaak is het een complex van factoren. Middelbare mannen zijn sowieso al op een bepaalde manier opgevoed. Met een bepaald beeld van wat het is om man te zijn. Veel mannen vinden het toch moeilijk om bijvoorbeeld hulp te vragen op het moment dat zij problemen hebben. En dat zie je dus met name in deze leeftijdscategorie waar je het over hebt. Deze mensen proberen ook in eerste instantie zelf ook gewoon het probleem op te lossen. Maar soms heb je gewoon hulp nodig van andere mensen. Ja. En op het moment dat er een aantal dingen bij elkaar komen, als jij je baan kwijtraakt of jij komt in een echtscheiding terecht. Ja, dan zie je dat mannen van middelbare leeftijd eerder grijpen naar middelen als alcohol bijvoorbeeld of drugs. En zo krijg je een zichzelf versterkend effect. Ja, proberen ze groot te houden natuurlijk. Ja. Maar wat voor gevolgen heeft dat dan? Op het moment dat je bedoelt dat wanneer mannen geen hulp vragen. Ja, precies. Het gevolg kan dan zijn dat er op een bepaald moment een soort van breekpunt is en mensen zo eenzaam, radeloos en wanhopig zijn dat ze geen uitweg meer zien. Maar de grootste misverstand is dat veel mensen denken dat mensen die dood willen ook daadwerkelijk dood willen. Maar wij weten gewoon ook uit onderzoek dat er eigenlijk vaak ook iets anders speelt. En dat is, men wil de pijn gewoon ook niet meer voelen. Men wil van het probleem af. Men wil, het doet pijn als jij onzichtbaar bent voor de omgeving. Als jij geen mogelijkheden ziet om het probleem op te lossen. En dat is waar wij over zijn als 113, om mensen te laten zien dat er wel degelijk ook een uitweg is. Ja. De campagne om mannen van middelbare leeftijd met mentale problemen te bereiken, die start dit weekend. Hoe begint dat? Ja, zijn begonnen met een campagne die duurt nu, of die gaat duren tot en met 31 december, althans de eerste fase. En daarin zenden wij via de sterreclames, reclamespots uit. Waarin je ziet dat mannen van middelbare leeftijd spoorvoetend toch proberen een gesprek aan te gaan. Omdat zij merken van, ja, ik moet gewoon iets doen. En wij hopen dat dat ook mensen inspireert van, oké, misschien kan ik ook die stap maken. Ja. Want het kan. Ja, precies. Luisteraars die dit horen en inderdaad wel eens denken aan zelfmoord, hoe kunnen ze 113 zelfmoordpreventie bereiken? Ja, er zijn verschillende manieren voor, maar mensen kunnen 24 uur per dag hebben wij een team beschikbaar die bereikbaar is. En dat is mijn gratis telefoonnummer 0800-113. Je kan ook rechtstreeks 113 bellen, maar dan betaal je gewoon telefoonkosten. De anonimiteit is gegarandeerd en er zijn er twee mogelijkheden. Je kan dus bellen, maar je kan ook via onze website 113.nl kan je ook chatten. Sommige mensen vinden het prettiger, veiliger om te chatten.
En anderen vinden het prettiger om te bellen. Dus die keuze die heb je dan. Oké. Okay. Projectleider Marcel van Kanten van 113 Zelfmoordpreventie. Dankjewel voor de toelichting. Dank jullie wel voor de aandacht.